Stop de regelkolder. Dat roepen mantelzorgers landelijk in een nieuwe petitie. Mantelzorgers krijgen te maken met brieven in onbegrijpelijke taal, stapels formulieren en ingewikkelde regels. En dat is allemaal kostbare tijd die niet aan zorg voor de naasten wordt besteed. Margrethe Wijnen is mantelzorger van haar dochter en vrijwilliger bij Stichting Gehandicaptenplatform Over Betuwe. De petitie houdt in dat eigenlijk mantelzorgers heel erg tegenaan lopen dat er heel veel regelkolder is. Ik vind het ook een mooi woord, want dat is het. Je bent heel erg druk met allerlei formulieren invullen, formulieren 100 keer invullen. Heel veel regeltjes en wetjes die eigenlijk volgens mij veel praktischer kunnen, waar we heel veel tijd aan kwijt zijn, terwijl je eigenlijk de tijd heel hard nodig hebt om te zorgen. Mantelzorgers zijn gemiddeld 4 uur per week kwijt met het regelen van dingen. Margrethe belt elke week met allerlei instanties. Deze tijd brengt ze veel liever door met haar dochter. Op maandagochtend begin ik eigenlijk altijd met alle papieren. Waar moet ik achteraan bellen? Waar heb ik nog steeds niks van gehoord? Eigenlijk noem ik dat mijn werk. En het zorgen doe ik gewoon. Zo loopt Margrethe vast bij het aanvragen van een plafondlift. Vorig jaar oktober een aanvraag gedaan voor een tillift, voor aan het plafond. Ja, een aanvraag. Nou, ik dacht dat ik een aanvraag deed, maar dat is niet zo. Dat heet een melding. Dus ik heb gebeld naar de gemeente Overbetuwe en ik zeg, we willen graag een plafondlift. Nou, dan komt er een gesprek, er komt een verslaglegging en een onderzoek. Wist ik niet dat ik een aanvraag moest doen, dus ik heb geen aanvraag gedaan. En dat heeft ook allemaal heel lang blijven liggen en ik weet niet zo goed wat ze er allemaal mee doen. Maar in ieder geval zijn we nu een jaar verder ruim. En er hangt nog geen plafondlift aan mijn plafond. Met de petitie hopen mantelzorgers dat het makkelijker wordt om dingen te regelen en dat ze voortaan minder druk zijn met de regelkolder. Maak de dingen duidelijk. Waarom moet ik bij zo'n gesprek voor de aanvraag voor een plafondlift weer helemaal vertellen wat mankeert je dochter, wat heeft ze allemaal voor diagnoses, hoe is dat zo gekomen, waar gaat dat heen, blijft ze blijvend gehandicapt? Dit weten jullie al lang, ze is al bijna 12. Kijk in je dossier en gewoon zinloos.